Dag, dames en heren. We kunnen nog eventjes genieten van die zon. Die zon die gisteren zo schitterend onderging in Heesbeen achter de kerktoren. Nou zal die vandaag in de ochtend nog niet zoveel te zien zijn, maar in de loop van de middag komt die steeds wat vaker tevoorschijn. En ook maandag zien we hem nog af en toe. Maar daarna keert het echte wisselvallige weer toch wel weer terug met overwegend bewolkt weer en die regen. We beginnen dus in de ochtend met nog regelmatig bewolking. Die bewolking die breekt op steeds meer plaatsen in de loop van de ochtend. En ik denk einde van de ochtend dat op veel plekken de zon dus al zien. Later in de middag worden die opklaringen steeds breder. En het ziet er gewoon eigenlijk best wel mooi uit. Blijft droog, temperaturen van een graad of 8 tot 9. Heel misschien in de ochtend in het westen van de regio een klein spatje motregen. Veel zal het niet zijn. Mooie dag dus, 8 tot 9 graden. Wel behoorlijk wat wind uit de zuidhoek. Maar in ieder geval hebben we de zon nog. En die opklaringen voor de middag en voor de nacht, die zorgen ook weer dat temperaturen gaan dalen. Plaatselijk komen we dan rond een graadje of 2-3 uit. Dat heeft weer te maken met dat het best wel door blijft waaien. En uiteindelijk vanuit het zuiden krijgen we weer nieuwe bewolking die de regio gaat binnentrekken. Waar we dan morgenochtend weer eventjes in zitten. Morgenochtend beginnen we dan weer bewolkt. Misschien af en toe een spatje regen. Maar einde van de ochtend is het al een stuk lichter. In de middag krijgen we weer af en toe de zon te zien. Temperaturen van een graad of 9. Maar er staat wel al behoorlijk wat wind. En er zit alweer een nieuwe storing aan te komen. Einde van de middag komt die binnen vanuit het westen met periode met regen. Dan is eigenlijk het mooie weer toch wel voorbij. Of het mooiere weer, moet ik eigenlijk zeggen. Want kijk maar eens naar de kaart. Het regent, het is bewolkt. Het waait behoorlijk door uit de west tot zuidwesthoek. En de temperaturen die blijven hoog. Later in de week gaan ze misschien een heel klein stukje naar beneden. Een fijne dag nog.